Ayse van het Donkse Hof is een fraaie en luxe hengst met veel statuur, correcte bouw en een goede beenkwaliteit. Tijdens de instructiedagen en tijdens het centraal onderzoek is Ayse van het Donkse Hof steeds positief opgevallen en dan met name zijn aanleg voor de galop. Ayse van het Donkse Hof is een hengst met veel go, goede instelling en goede bewerkbaarheid. De ruiters en de manners omschrijven hem als een fijne hengst met een goede zelfhouding. De stap is regelmatig, maar kan meer ruimte tonen. Als rijpaard heeft hij veel aanleg. Voor de wagen toont hij veel houding en een goede bewegingsmechaniek en kan goed schakelen. Als tuigpaard heeft hij ook veel aanleg. Hij heeft veel go en loopt ruim voldoende opwaarts en is aansprekend in zijn houding en front. Ayse van het Donkse Hof heeft goede fokwaarden en komt uit de nu 9-jarige voorlopige kroonmerrie van Andries. En daarvoor zitten drie sterpreferente merries van Volkert 353, Leffe 306 en Oege 267. De hengst Siebold 380 komt ook uit deze familie. Ayse van het Donkse Hof kan een positieve bijdrage leveren aan de raskenmerken. Hij kan het beenwerk, de bewegingstechniek, de galop en de instelling verbeteren. Ayse van het Donkse Hof wordt ingeschreven met de naam Auwert 514.